Beeld zegt wel echt specifieke klanten. Ja. En hoe zit dat ook recht? Wat werken we die klanten bij het gesprekstiek trekt uit? Wat maakt dat nou echt beeld? Ja, dat weet ik niet in slaan, jongens. Dat ik nou echt muzikaal pagarillie. Zal ik het eerst eens maar de gitaar aan? Best. En dan ik heb aan de piano drukken. Maar tik je me zeker op de vingers als ik het verkeerd inspreek. Goeiemorgen, een naaie. Vlaag. Welke stuur je het heen? Mijn Beppe. En wat zijn mijn jou doen? Mijn Burgen? Nee, ik ging naar Beeld. Van de documentaire. Ja jongens, het is Sofie, de eerste opnames van de documentaire Vier in het Roem. Ik moet zeggen, ik had er heel veel nog in. Maar ik vind het echt wel heel spannend. Mamentje. Oh, wat mooi leren. Neemt die mij naar Beppe? Ja, cool. Dus ik had alles klaarstaan. Ik geloof dat ik mijn goede taart had, dus wie zit wel beleven. Ik zie je mijn liedse ijsjurgje aan achter de schermen. Want als wij natuurlijk aan het filmen binnen ging ik daar net staan te vloggen. Dan is er een orenkamera. Maar tussen trots ik wil een beetje vertellen wat we dienen en wat we dwang gaan. En ik liet me ook een beetje verrassen. En ik liet het wel op me afkomen. En het komt vers klaar. Bij mij is het een hele mooie dag. Van, het is heel koud, dus ik ga de mofjes maar een sjaal. Dus het komt vers goed. Ik zou sissen. Ah nee, je had een barre. Ieder had een speentje van, hè? Getsie derry. Nee, du was nooit speentje hoor, hè? Maar had ik een baby weer? Ja, als baby ik net. Nooit. Zaken wel. Doe nee. Hey. Hallo, hij wil een of speven. Wat zei ze nou? Vier net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Weer mij. Ik neem je mute weer mij. Documentaire 4 in het Roem. Nou jongens, we zijn inmiddels in Beeld. Nou, je parkeert. Het spul mij. Ik had de jas en spul hoor. En we zullen even op verkenning met de man, Bart en Jan, ben ik mij. En ze zijn op verkenning van, waar zijn we de shots, meidje, vanuit welke hoeken en op wat voor manier. Dus dan gaat het echt beginnen. Ik had er nog tien. Als je vier wist, moest je voorbereiden. En al die varianten vorm je mij qua één grote talenfamilie. En ik zal op ziek naar al die familieleden, want ik ben wel nieuwsgierig. Hoe zit dat mij dat familiegevoel en hoe komt het kippenwijs? Ja, dat is mooi. Ja? In de pocket. Yes. Ja, mooi. Nou, mooi. Klasse. That's a wrap. Oh, ik krijg honger als je dat zegt. Oh, is lekker, ja. Kipwrapje. Oh. Nou jongens, de shots hier op de C-Diek zit er eerst op. We zullen nu echt de oude beelddiek op om daar nog wat shots te maken. Ik vind het echt super leuk om te doen. En, de senior ben wel voortgelopen. Ik ben met een paar leuke mannen op paard. Dus hartstikke leuk. Ik ga terug. Nou, en nu ben we hier echt op de oude beelddiek. En dan liggen we even het contrastje van de grote pleetsen van de rieke boeren. En de arbeiderwenninkjes. Daar gaan we het even over. Dus set 2. Ja, meer het is gewoon weer op dezelfde plak, hetzelfde drang. Ja. Dat is het. Dus die werkt er hier helemaal op. Mooi, hier maar film je maar even. Hij zei, hier komen binnen. Krijgt van jonkjes in de snoepwinkel, hè? Best. Ja, ik ga hem in rode mij, joh. Ja, krijg maar. Dit ga ik nog nooit mij maken. Nee, hè? Fris, jongens, hè? Dit kan ik maar de mofjes aan, hè? Die taart. Dit shit er ook op, joh. Hetzelfde met een drone. Mooi, hè? Ja. Kun jij dit nog hebben? Ja, zeker. Ja. Van alle. Een foto van je makertje. Oh, dat is wel leuk, ja. Nou jongens, ik ga wel wat koude vingers, maar voor de rest gaat het goed.
Hij moest even de mofkes uit gaan met het spielje natuurlijk. Dus, baden ze nog even sjeen boven. En dan aasen even een hapkiet en lekker opwarmen. Alleen een stap achteruit. Ja. Nou, zullen we de nou wel zeggen, hè? Dan doen we dit jouw. Dan ren ik gewoon die kant uit. Ja, best. Ja. Daar gaat ie. Ik zal rennend die kant op. Nou, ik ga een hapje eten, ik ga wat drinken hoor. En we zijn nu inmiddels in de Friesin. En we zullen hier een interview doen met Jeroen. En ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar zien, ondervind ik mij het beeld. Wat het maakt dat het voor hem zo wichtig is, zeg maar. Dus ja, ik ga in een gesprek hoor en ik ben heel benieuwd hoe dat ging. Oké, daar gaan we. Beeld had wel echt specifieke klanten. Ja. En hoe zit dat nou correct? Wat werken we die klanten bij? Hoe spreekt die correct uit? Wat maakt dat nou echt beeld? Ja, een mooi voorbeeld, dat zijn de verklaringwoordjes. Ja. Wat als uitgang i het. Dus het is een huusie, een meisie, ja. Kleinsie. Dus dat en niet, zoals in het Fries, of in het Fries vaak, ke, hè? Huuske, ja. Vanke. Dus dat maakt het wel heel mooi. Of dat, je hoort vaak dat het op het lijst i is, ja. met veel verklaringwoordjes. Ja. Dan hoor je vaak wat het beeld is. A few moments later. Piano weet ik niet in slaan, jongens. Dat weet ik nou echt muzikaal tafereelje. Zal ik hem eerst eens maar de gitaar nou? En dan ik heb aan de piano gebroken. Maar tik je me zeker op de vingers als ik het verkeerd uitspreek, hè? Ja, goed. Zing met mij in alle Friese talen. Taal die ons verbindt, hoe klinkt dient en hoe klinkt mint. En geef het er met versies en verhalen. Van dag naar stad, van zee naar land, van mim op dachter en van huid op zee. Hij is goed. Hij is goed. Verbindt, niet verbindt. Verbindt, bij die R, hè? Ja. Dus de share, de... Ja. En de taal die dus verbindt. Ja. En het lastige is inderdaad, in Nederlands is het stad en in Wils is het staat. Staat. Dus het is lang wat er een dakje op staat. Van dorp naar stad, van zee naar land. Heel goed. Van Mimmeldachten en van Haid op zee. Zie je erop? Ik ben echt super tevreden. Ik hoop de oren ook, maar ik denk het wel. Ik ga een pepermuntje. En jongens, wat een top day. De eerste opnames van de documentaire Vier in het Roen, hier in het beeld. Mijn Bart, Jan en Jeroen. Ik ga echt een top day gewoon. Ik zal gaan weer naar huis, naar mijn bench en mijn man. Maar ja, een duif in de boeken. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen en via het net de chill app te downloaden van je tablet als telefoon. Om te naar je chatvlog. Hey hoi!